is die wel aan. Ja. Goedemorgen. Het geeft me als voorzitter van SASNEF ontzettend veel genoegen en voldoening om u allemaal hartelijk welkom te heten hier in ons centrum. En dit voor de tweede uitgave van de Week van het Nederlands. Dit is eigenlijk een initiatief van de Nederlandse Taalunie, uiteraard uitgewerkt met een aantal venoten, zoals het Forum, Kaapse Forum voor Nederlandistiek, de ambassades van Nederland en België en uiteraard de Vlaamse regering. Een initiatief dat al in buiten Zuid-Afrika loopt voor 10 jaar, maar voor de tweede keer nu uitgegeven wordt hier bij ons bij SASNEF. Vorig jaar was de eerste keer. En dit hele initiatief kadert eigenlijk heel mooi binnen de nieuwe richting die SASNEF gedeeltelijk gelopen is na het weg hebben van COVID. En we zijn begonnen met een zeer specifiek programma, wat dat vooral gericht is op literatuur, dat literaire aanbiedingen brengt, gesprekken enzovoort. En we noemen het nu onze Studio SASNEF. En jullie zitten nou allemaal in Studio SASNEF. Met achter jullie onze belangrijkste partners en borgen. Want alleen zouden we het nooit kunnen. En het is een initiatief dat dit jaar reeds binnen die reeks van Studio SASNEF een aantal mensen op ons podium gebracht heeft, voornamelijk samen met professor Tjoen van de Universiteit van Gent, die daar een centrum beheert en opgericht heeft voor de studie van het Afrikaans en Zuid-Afrika in het algemeen. Maar we hebben ook met hem, hebben we Ankie Krog gehad, we hebben Breiten Breitenbach gehad, Daniel Hugo, en nu zitten we met de Week van het Nederlands en een zeer boeiend programma voor de rest van de dag. Ik ben opgegroeid in een tweetalig land. Frans en Nederlands zijn de twee talen van België. En dit heeft me een zeer, ik denk die tweetaligheid, maakt je zeer gevoelig voor taal. Want je weet dat je moet precies zijn. Je weet dat taal belangrijk is in je leven. En voor mij is taal een deel van mijn identiteit geworden. Dankzij de tweetaligheid van mijn land. Want ik heb steeds moeten opstaan voor die taal. En voor mij is het uiterst belangrijk. Goede woordgebruik. Zuivere woordgebruik. Mooi gekozen woorden, goede spelling, correcte spelling, een rijk taalgebruik, vol adjectieven, beginnen zoeken naar mooie omschrijvingen, het er niet maar zo uitflappen of wat we tegenwoordig doen in onze meer hedendaagse media. Zo voor mij is taalgebruik, taal is een deel van je persoonlijkheid. Het is veel meer dan een communicatiemiddel. Het is wie je bent. Laten we zien of deze Week van het Nederlands, de tweede uitgave, daar verder kan toe bijdragen. En ik geef dan ook graag het woord aan dokter Geraldine Rijmenans. Zij is de Vlaamse vertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Zuid-Afrika. Zij is vooral bevoegd voor het culturele beleid van België in Zuid-Afrika.
Zij is een groot, samen met de Nederlandse regering en al de andere partners, is zij een zeer belangrijk vennoot van Sassnev. Een vennoot die met ons door dik en dun gaat. Geraldine. Dankjewel. Goedemorgen iedereen. Zoals ambassadeur Mouton al zei, hij heeft niet vernoemd. Hij is op dit moment inderdaad voorzitter van Sassnev. Maar in het verleden was hij ook ambassadeur van België in Zuid-Afrika. Dus hij combineert vele petjes. Dus zoals ambassadeur al zei, lanceren we vandaag met Studio Sassnev en de Nederlandistiekdag, de Week van het Nederlands in Zuid-Afrika. De Week van het Nederlands is een samenwerking tussen het Vlaams-Nederlands Huis De Buren en de Nederlandse Taalunie. En in Nederland en Vlaanderen vindt de Week van het Nederlands al voor de 8e keer plaats. En hier in Zuid-Afrika organiseren we het nu voor de 2e keer, voor het 2e jaar op rij. Vorig jaar vonden in het kader van de Week van het Nederlands een heel aantal activiteiten plaats. Filmvoorstellingen, een kortfilmcompetitie, lezingen, optredens enzovoort. En uit de reacties die we ontvingen bleek heel duidelijk dat er in Zuid-Afrika interesse is in en ruimte voor betrokkenheid bij de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur. Ik ben dan ook heel blij om de 2e editie te kunnen openen, die dit jaar als thema heeft de schoonheid van het Nederlands. En ik nodig jullie allemaal graag uit om samen met ons de Nederlandse taal in al zijn veelzijdigheid deze week in de schijnwerpers te zetten. Laat ik eerst en vooral alle partners bedanken die betrokken zijn bij de organisatie van de vele activiteiten die deze week hier in Zuid-Afrika plaatsvinden. Gaande van filmvoorstellingen in Kaapstad en in Pretoria, literaire optredens in Bloemfontein en in Wellington, een kortfilmcompetitie doorheen het hele land en natuurlijk de gesprekken, de lezingen en de optredens die hier vandaag in Pineland plaatsvinden. En die partners zijn enerzijds een aantal diplomatieke actoren, de ambassade van Nederland in Zuid-Afrika, de ambassade van België in Zuid-Afrika, het consulaat-generaal van Nederland en het consulaat-generaal van België, beide hier in Kaapstad, natuurlijk mijn eigen Vlaamse delegatie en een aantal lokale Zuid-Afrikaanse partners die mee aan de kar trekken om het Nederlands in Zuid-Afrika op de kaart te zetten. Dat zijn uiteraard Sassnev, de SAVN, het Kaapse Forum voor Nederlandistiek, het Breitenbach Centrum, het Vrijstad Kunstenfeest en Voertaal. En tot slot wil ik ook nog de Taalunie bedanken, de Van Ewijk Stichting, Stichting Zuid-Afrika Huis in Nederland en de Willem de Zwijgers Stichting. En ik hoop dat ik dan iedereen heb vernoemd en niemand heb gemist. Het Nederlands wordt vooral gezien als de taal van Nederland en België, maar het is ook een officiële taal in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt Nederlands gesproken doorheen de Caraïbe, bijvoorbeeld op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En nu komt het moeilijkste deel van mijn toespraak. Ik schakel nu over op het Afrikaans. Dus niet te veel lachen. Hier in Zuid-Afrika heeft die Nederlandse taal natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in die ontwikkeling van Afrikaans en Afrikaaps. Zoals elke goede ouder, het Nederlands die basis voorzien voor oorleving. Het hopelijk een doel daar gesteld en het dan teruggestaan, zodat die niet geboren taal zijn eigen karakter kon ontwikkelen.
Inderdaad is Afrikaans en Afrikaans opwindende en levende talen in hun eigen recht, wat overblijfsels van Nederlands behoud, zonder om hun eigen identiteit prijs te geven. Voor mij persoonlijk is die zichtbare Nederlandse blijken deur die land verspreidt, dikwijls ongelooflijk sprekend. Hulle vertel van emoties en overweldigende gevoelens wat iemand of zekere personen lang geleden ervaar had. Ik denk bijvoorbeeld aan buitenverwachting. Mens hoeft slechts die land te aanschouwen om te verstaan dat zijn schoonheid inderdaad boven alle verwachting was. Nog een voorbeeld is die tragische Mpumalanga-teken van woest alleen. Zo beschrijvend van eenzaamheid in die middel van nergens. Hier die overblijfsels en vele andere is roerend en prachtig. Maar het Nederlands is niet alleen een taal die andere talen, zoals het Afrikaans of Afrikaaps, heeft beïnvloed. In zijn geschiedenis werd het gevormd door talen zoals Latijn en Frans. En binnen het Nederlandse taalgebied hebben de verschillende varianten hun eigen weg bewandeld. In woordenboeken vinden we daarom nu, naast Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen, ook Belgisch-Nederlandse, Surinaams-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse woordenschat. De hedendaagse Nederlandse taal blijft ook nieuwe woorden en uitdrukkingen absorberen. Nu vooral van het Engels en van de talen die worden gesproken door nieuwkomers en immigranten, zoals Arabisch, Turks en Berbers. Deze invloeden komen in niet geringe mate van jongeren. Zij drijven de aanpassingen van de taal. Ik ben daarom blij dat jongeren in Zuid-Afrika Nederlands blijven studeren. En hopelijk kan dit op termijn ook resulteren in de opname van in het Nederlands van enkele van mijn favoriete Afrikaanse woorden, zoals spookasem, verkleurmannekie en skemerkelkie. Andere suggesties zijn welkom. Woorden, talen zijn krachtig. Ze kunnen wreed en lelijk zijn. Vriendelijk of genereus. Gepolitiseerd. De lijst van betekenissen, bedoelingen en emoties is eindeloos. Maar taal gaat vooral over connecties en over verbinden. En over de persoonlijke betekenis daarvan voor zij die talen spreken, lezen, studeren of eenvoudigweg bewonderen. Ik wil daarom afsluiten met wat voor mij een krachtig voorbeeld is van de schoonheid en de connectiviteit van het Nederlands. Voor onze nieuwe kantoren in Pretoria heeft de jonge Vlaamse dichteres Charlotte van den Broek een gedicht geschreven. Het gedicht verwijst naar het samenspel tussen Nederlands en Afrikaans. Spreekt over herinneringen, ontmoetingen en vooral over connecties. Het gedicht, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, werd ook vertaald naar het Afrikaans en naar het Engels. En ik wil het graag met jullie delen. En ik zal de drie talen doorheen het gedicht vermengen. Ik ben geen dichteres. Ik ben geen performer, dus ik breng dit wellicht niet zoals Charlotte gehoopt had, maar ik doe mijn best. De titel van het gedicht is Hier ben je. Ik zocht je. De melkhoutboom kreeg bessen. De aangewende, na lang wachten, een brief. Ik zocht je. Elders werd het vroeg donker. Hier lengt die licht ons weerziens. Oker. Heuning, vol van ochtend, die omkering van afstand in jouw voetstappen. Diezelfde letters, hulle klinkt zo anders. Hulle vorm, the first word. Here you are. Tell me how the sleep black sun slips into a story, where there is no past tense. How day dawns and will dawn and will remain day. In het spreken, hoe alles aldoende duurt, hoe die bessies rijp wordt, nu je hier bent. Ik wens jullie allen een heel fijne en interessante dag.
Dank je wel. Indien jullie het gedicht volledig in het Afrikaans of volledig in het Engels zullen lezen, er liggen een paar postkaartjes daar achteraan, dus jullie kunnen het meenemen. En dan wil ik nu heel graag het woord geven aan Sonja Loots van de Universiteit van Kaapstad. Goedemorgen allemaal. Ik sta vandaag hier met meer dan één hoed. Ik is bestuurslid van de Zuid-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek, wat gedeeld is van die verrichtingen vandaag hanteer. Ik is ook de voorzitter van die Kaapse Forum Neerlandistiek. En die Kaapse Forum Neerlandistiek is een kennisnetwerkorganisatie wat gericht is op die studie van Neerlandistiek aan universiteiten in die Weskaap en een aantal ander venote. Historisch is de Universiteit van Namibië ook deel van ons netwerk. Verteenwoordigers van die Kaapse Forum Neerlandistiek, wat vandaag hier teenwoordig is, is ook Dr. Alfred Schaffer en Dr. Marnie Bonthuis van onderscheidelijk de Universiteit van Stellenbosch en de Universiteit van die Weskaap. Dit is die week van Nederlands. In een huis met baie wonings en baie borge en donateurs. En ons is baie dankbaar vir die gasvryheid van SASNEF, dat ons die Neerlandistiekdag kan kombineer met Week van het Nederlands. Baie dankie aan die goeie samenwerking met SASNEF. Baie dankie vir die verteenwoordiging, die Vlaamse verteenwoordiger Geraldine Rijmenaerts. In haar afwezigheid, die Nederlandse consul, mevrouw Helene Becker, kan hier niet wees, omdat zij op bezoek is aan haar familie in Nederland, maar baie dankie ook voor hulle hulp en ondersteuning. En dan is dit op uitnodiging van die Kaapse Forum Neerlandistiek, dat ons vandaag die dichteres Babs Goons hier het. Ons is verschrikkelijk opgewonde, ons is baie geëerd. Die KFN het vir Neerlandistiekdag oor die jare een hele aantal baie uiteenlopende kunstenaars genooi. So uiteenlopend soos Ernst van der Kwast, Charlotte van der Broek, van wie ons pas gehoor het, Abdelkader Benali, Stefan Hertmans. En dit is vir ons heerlik om vandag weer een nieuwe gezicht by daardie repertoire te voeg. Ons is ook verskriklik dankbaar, Fraser Perry en Daniel, dat julle hier kan wees. Die studenten het baie hard gewerk. Hulle het die werk van Babs Goons bestudeer, vertaal. Hulle het films gemaak. Julle gaan hoor hoe daar die gedigte een nieuwe en een ander klank kry. En ek hoop dat het vir sowel die studenten as vir die kunstenaars hier vandag baie interessant gaan wees. Behalwe die eregaste, behalwe die organisaties, behalwe die borge en die donateurs, is daar baie belangrike eregaste vandag hier. En dit is die studenten. Ons is so blij jylle is hier. Jylle is die toekomst. Ons is oor voorbij oud en dood. Dit is heerlijk om jylle gezichten te zien. Jylle is die belangrijkste hier vandag. En ons hoop dat jylle dit geniet. Een groot en belangrijke deel van wat ons hier probeer doen, is om jylle bewust te maak daarvan, dat Nederlands die belangrijke deel is van ons verlede. Een belangrijke deel is van ons ontstaansgeschiedenis. Maar dat Nederlands soos dit nou klink, en lyk nie net oud en stowwerig en VOC-rig is nie. So ons hoop dat dit vir julle duidelik is en ons hoop dat julle aanklank vind en dat julle die dag inspirerend vind. Een klein ietsie wat ek vir julle wil sê, ek het al vir sommige van julle gesien, almal van julle moet asseblief by my draaikie kom maak vir julle middagete geld. Goed. Van die profane na die banale en dan terug na die profane. Ek het nou min gesê oor Babs Goons, dit gaan nog duideliker weer raak in die onderhoud wat Dr. Benjamin en Dr. Bonthuis met haar gaan voer binnenkort. Voor ons kom by die onderhoud, gaan Babs ons trakteer op een gedig. En dit is waarin ons nou gaan. Baie dankie, baie welkom, geniet het allemaal.
Hallo. We willen je graag uitnodigen op ons podium als vrouw. Zou je woensdag zwart willen zijn bij onze voorstelling? We hebben een platform, tijdschrift, debat en we zoeken mensen zoals jij, jullie. We boeken je graag zaterdag. Donker mag, maar liever iets lichter, iets dichterbij. Je weet wel, gewoon, normaal. Bij de toon van onze show zoeken we iets bozers. Iets meer spugen in de mondhoeken, een beetje vingertje in het gezicht. Oeh, kan het misschien ook iets sexier? Kan je ook misschien iets meer lachen? Kan je iets meer wereldproblematiek? Een beetje me too, single mom, afwezige vader, een jeugdtrauma, niet te veel benadrukken, maar tussen de regels. We vinden het leuk als je een jurkje aantrekt. Of een hoofddoek. Een beetje badoe, een beetje soulful. Heb je ook iets meer angry black woman? Iets meer woke, unapologetic, niet te veel. Net genoeg voor het publiek om ongemakkelijk te knippen met de vingers, te klappen, buig je voor ons. Oei, jammer. Deze keer hebben we al iemand zoals jij. We hebben al genoeg van jullie. Misschien een andere keer. Dank je wel. Oeh, we hadden gehoopt dat je iets jonger zou zijn. Iets vrouwelijker, iets zwarter, iets witter, iets linkser, iets rechtser, iets meer, minder zichtbaar. Niet boos worden. We vinden het juist zo interessant om te kijken waar die woede vandaan komt. Waarom zo boos? We vinden het juist zo interessant. We hebben plek daarvoor. Bij onze voorstelling, op ons podium, bij ons talkshow, ons debat, ons tijdschrift. Niet zo boos worden, we vinden het juist zo interessant. We hebben daar plek voor, want we bedoelen het goed. Dames en heren, Bab Gons, de koningin van het gesproken woord. Mijn zoon die moet nu even een kaart krijgen om de zaak op te nemen. Welkom allemaal en vooral welkom Bab. Dankjewel. Dank jullie wel. Leuk jullie allemaal te zien hier. En nog een keer welkom aan alle studenten. Ze is zo blij dat ze hier. Ik is nou vandaag. Oh, je moet ze. En baaien. Als ik mag. Ik heb nou vanochtend het Twitterbericht gezien. Dat, dus speciaal. Dat die Zuid-Afrikaanse spoken word poet, Mabiso Vili, is gekroond voor die World Slam Poetry Champ. Tada! Wow. Dat is nou een lekkerte, hè? Oké, we gaan verder in het Nederlands. Bab Schons, welkom op de dag van de Nederlandistiek, de eerste dag van de Week van de Nederlandse Taal. Ik denk dat het niemand beter is om zo'n week te openen natuurlijk, als iemand die de taal tot kunst maakt. En die de taal als instrument van haar kunst heeft. Voor de weinigen die Bab Schons nog niet kennen, wil ik haar toch eventjes aan u voorstellen. Even introduceren. Is mijn microfoon hard genoeg? Oké. Bab Schons is schrijver en host, spoken word artist. Ze organiseerde vanaf 2000 bijna 10 jaar lang in Palabras. Een maandelijks podium voor jonge dichters en schrijvers in Paradiso. En ze is ook medeoprichter en artistiek leider geweest van de Poetry Circle Nowhere in Nederland. Dat begon in 1 stad en dat heeft zich door het hele land verspreid. Ze draagt haar werk op radio, tv-shows, literaire programma's, festivals. En zoals u net heeft kunnen zien, dat kan allerlei redenen hebben, al is het maar een kleurtje. En door die maatschappelijke betrokkenheid en urgentie die uit haar werk spreekt, wordt ze ook regelmatig gevraagd om haar werk te presenteren bij maatschappelijke initiatieven of gebeurtenissen zoals de februaristaking of de herdenking van het slavernijverleden in Nederland.
Niet alleen bekend in Nederland, maar eigenlijk wel wereldwijd. Ze was ook eerder al in Zuid-Afrika. In 2019 was ze te gast bij het Open Boek Festival hier in Kaapstad, bij Co-Create Poetica, waar ook al eerder Nederlandse spoken word artists waren, zoals Akwasi en Jean Bowen en Sjaan, hoe heet ze nou? Flikweert, ja, sorry. En bij dat festival heeft ze ook samengewerkt met lokale spoken word artists, zoals Joan Phillips, Tony Stewart, Pieter Odendaal en Adrian van Wijk, van wie we straks ook nog iets gaan horen. In 2018 kreeg ze de Black Achievement Award voor kunst en cultuur. Een titel die je natuurlijk wel een beetje verdacht maakt, maar ik denk dat Marnie daar straks ook wel op in zal gaan. En in het voorjaar van 2019 verscheen Hardop. Dat is een bundel van werk van 18 spoken word artists in Nederland. Ook daar weer is Akwasi opgenomen. En bijvoorbeeld Justin Samgar. We hebben een aantal gedichten van Justin Samgar gedaan. Samgar met onze studenten. Omdat hij prachtige gedichten heeft geschreven en video's over COVID. In 2021 debuteerde Babs met haar eerste dichtbundel. Doe het toch maar. Ik ga het even laten zien. Deze, prachtig vormgegeven ook. En in daar kreeg ze ook een aantal de nominaties voor een aantal prijzen voor. De Herman de Koningprijs en de Poëzie Debuutprijs. Een jaar later kwam een bundel verhalen uit. Alles wat je lief hebt wordt mooi, schitterende titel. En de afgelopen 2 jaar, in 2021, was Babs Schons de vrije schrijver van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar gaf ze een prachtige afscheidsrede te zien op YouTube. Of op jouw website, denk ik ook. Hè? Ja, jullie moeten wel. Ze heeft een prachtige website. Alles erop en eraan. Daar kun je ook alle gedichten, of vele gedichten vinden. En ze schreef in die rede, de Abraham Kuiper-lezing. Heeft ze een mooie geschiedenis geschetst van spoken word poetry. En dat is ook inmiddels te boek gesteld in het boekje Ik draag mijn tong in mijn borst. Nou, het gesprek vandaag gaan we focussen op, dat is een beetje tweeledig. Ik zal het dadelijk hebben over vooral het taalgedeelte en over spoken word. En Marnie Bonthuis zal met Babs praten over zwart feminisme. Na ons gesprek is er misschien, het ligt een beetje aan de tijd, nog ruimte voor het vragen. Als jullie met dringende vragen zitten, kan dat natuurlijk altijd. En dan is er een korte pauze. En na de pauze krijgen we optredens van 2 studenten. Ik zal het even uitleggen zometeen. En van Babs Schons zelf natuurlijk, samen met Fraser en Daniel Berry. Wat we gedaan hebben, Sonja die zei het net al. We hebben 2 gedichten genomen van Babs Schons. En onze studenten, zowel van Universiteit Stellenbosch, Universiteit Kaapstad en de Universiteit van West-Kaapland, gevraagd om die te vertalen naar het Afrikaans. Daar hebben we 1 gedicht van gemaakt. Van alle vertalen hebben we de beste onderdeeltjes. Dus jullie zullen zien dat in het gedicht wat we uiteindelijk gekozen hebben, daar is van alle studenten iets in. Prachtige vertalingen. Die straks door 2 studenten van West-Kaapland worden voorgelezen. 1 student van West-Kaapland heeft er een, kan ik zeggen, Boerland-Kaapse versie van gemaakt. Klein Karoo Afrikaans, het klinkt prachtig. Zo, van 1 gedicht, dit gedicht, krijgen we verschillende versies. Afrikaans, Klein Karoo Afrikaans en Kaapse Vlakte Afrikaans. Daarover straks meer. Babs, je wordt queen van de spoken word genoemd in Nederland. Waarom is spoken word zo belangrijk? Wat betekent dat voor jou?
het betekent voor mij, ben ik goed te horen? Ja, oké. Een onderdeel te zijn van een lange orale of een lange verteltraditie. Zolang we mensen er zijn, vertellen we verhalen, geven het nieuws door, het wel en wee van het leven, verhalen op die manier. En ik denk, er zijn zoveel verschillende manieren om contact te hebben. We hebben journalisten die op een bepaalde manier de gebeurtenissen weergeven, maar we hebben ook spoken word artiesten, troubadours, barden, dichters, nodig om een vertaling te maken van het dagelijks leven. Om gevoelens om te zetten in kunst. En dat is iets wat mij altijd heeft aangesproken. Al op jonge leeftijd hoorde ik hip-hop, rap, Grandmaster Flash, die vertelde hoe het was om te leven in de Bronx. Lynton Kwesi Johnson, die vertelde over de rellen in Londen en Bristol, over migratie, over rechten, over het leven eigenlijk. En ik denk dat spoken word een goede manier is om daar inzicht in te geven. Net als alle kunsten eigenlijk. En ja, het heeft me altijd op die manier gegrepen. Je zegt ook dat als je iets over het leven of over de wereld wil weten, dan moet je naar spoken word luisteren. Vanwege juist die sociaal-politieke betrokkenheid. Ja, maar ook vooral de actualiteit. Ik denk dat kunstenaars sowieso vaak reageren op wat er nu aan de hand is in de wereld. En ik denk dat het vooral een generatie, als ik het heb over een beetje een jonge spoken word generatie. In Nederland is die heel veel tussen, 18 en 30 ligt misschien het zwaartepunt. En dan zie je gewoon dat het is gewoon een manier om te reflecteren op de wereld. En ik merk zelf dat ik soms op een avond ben en dat ik denk, oh, dat speelt. Oké, dat is wat nu belangrijk is. Dit zijn de issues waar mensen mee dealen. Ik denk dat spoken word misschien meer dan klassiek dichten, ook al wil ik daar weinig onderscheid maken, want dat overlapt heel erg, maar dat het heel snel wordt gereageerd vanuit spoken word. Om maar een voorbeeld te nemen, de vluchtelingencrisis een paar jaar geleden, waar Warsan Shearer, een Somalisch-Britse dichteres, die had dan een gedicht geschreven over hoe het is om te vluchten. No one leaves home unless home is the mouth of a shark. En dat zie je dus dat zo'n gedicht een soort viraal gaat, omdat mensen er zo ontzettend veel aan hebben op dat moment. En het ook als een soort protest wordt gebruikt. Of toen basketballer Kobe Bryant stortte neer in het vliegtuig. En dan zie je meteen dat de volgende dag iemand schrijft een gedicht. Een spoken word artiest, Lemon Anderson. Spike Lee deelt dat op Instagram. En het is een manier van aandacht geven. En maar ook een soort verbinding. Want overal ter wereld wordt dan gevoeld dat dit een groot verlies is. En ik denk met kunst en met spoken word kan je daar heel makkelijk snel op reflecteren. En ook verbinding daarin zoeken. Ja, het gaat natuurlijk met gedrukte poëzie veel langzamer, dan kun je niet zo snel reageren. Trager. En ik denk ook dat het soms wat tijdlozer kan zijn. Ik denk dat spoken word artiesten, en dan chargeer ik natuurlijk enorm, maar wel snel dingen uit het leven nu halen. Veel meer dan prehistorisch leven van Japan heel lang geleden of zo. Weet je, daar zijn ze iets minder mee bezig. Ik heb ook wel hele mooie spoken word stukken gezien waarin Beethoven helemaal uiteengezet wordt. Dus het is alles wat ik zeg kan je altijd meteen weer verwerpen. Maar de grote lijn is wel dat de soort actuele waarde is. Jij zegt de titel van je lezing en de titel Ik draag mijn tong in mijn borst. Toen ik deed me ook denken, toen ik vroeger een student in Nederland leerde hoe ze voor het publiek moesten spreken, zei ik altijd, het was mijn motto, als het vuur in je hart is, komen de vlammen uit je mond. Wat voor vlammen wil jij
uit je mond laat komen. Wat is, wat, ja, wat wil je overdragen? Ik schrijf als ik voel dat iets verteld wil worden. Ik noem dat altijd een klop op de deur. Ik kan 's nachts wakker worden en denken, oh nee, wat moet ik hiermee? Dat moet opgeschreven worden. En ik probeer dan altijd een beetje naar die stem te luisteren. Het lukt ook heel vaak niet, hè, want ik denk soms, ik wil elke dag wel ergens op reageren. Ik wil elke dag wel denken van, wat een onrecht dit, dat moet een gedicht hebben. Of dat. Maar ik probeer wel, ik krijg ook opdrachten. En dan werkt het natuurlijk heel anders, want dan wordt mij gewoon gevraagd van, hey, kan jij iets schrijven over vruchtbaarheid, slavernijverleden, nou, wat voor thema's, mentale weerbaarheid. En dan is het zaak dat ik daar naartoe ga. Wat wil ik erover schrijven? Want ik wil wel dat het altijd vanuit mij is. Dat ik aanhaak aan dat thema. Dat het iets oproept. Dat ik in beweging kom. Dus het is, ik denk dat ik heb twee manieren van schrijven. Iets wat zich aandient. En iets wat ik, waar ik naartoe ga. Als in een opdracht. Het is altijd spannend waar die vlammen naartoe gaan. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, en als we het over vlammen hebben, hebben we het ook over liefde natuurlijk. Je zei dat het is niet alleen het maatschappelijk politieke waarin je strijdvaardig bent. Maar je kunt ook over de liefde revolutionair schrijven. Ja, ik vind het heel belangrijk om dat te duiden. Omdat ik denk dat we heel snel denken bij geëngageerd, dat het over grote politieke issues moet zijn. Hè? Dat het over seksisme en racisme en nou ja, alle grote wringende thema's moet zijn. Maar ik vind dat de liefde ook, daar kun je ook geëngageerd in zijn. Zeker. Ook in de relatie met verwantschap, familie, ouders. Soms is het gewoon iets heel huiselijks waar enorme geëngageerdheid in schuilt. Hoe je omgaat, hoe je bent opgevoed. Ik probeer dat ook altijd mee te geven aan de jonge generatie, dat je dus als spoken word artiest zie ik heel snel dat mensen op het podium hele grote thema's meteen willen aanpakken. Dat hoeft niet. Hè? Het is gewoon echt wat je bezighoudt. De kleine huiselijke liefde kan ook tot prachtige literatuur leiden. We hebben toevallig met de studenten twee korte verhalen, of eigenlijk die columns. Besproken. En daarin schrijf je mooi hoe je van een kind kan leren. En hoe dat toch door iets wat een kind op school meemaakt. Ik refereer nou even van, waarin een kind een nieuw mens tegenkomt op school, de eerste dag van de middelbare school, en dan helemaal enthousiast thuis komt. Moeder wil graag weten van, maar wat is het dan? Is het, ja, hij weet niet of het een jongen of een meisje is. Nee. Precies, ja. En moeder zit dan nog heel erg vast in het oude patroon. Dan gaat ze van, ja, maar wat is dan de naam? Wat had die persoon aan? Lang haar? En de zoon is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Nee, ze vindt computers even leuk, of hij of zij, even leuk als ik. Heeft een nieuw mens ontmoet. Ja. Dus daarin. Ja, ik denk sowieso, ik ben echt een betere schrijver geworden sinds ik een kind in huis heb. Want die bevraagt de hele dag de wereld. En ik denk dat is wat wij verliezen als we volwassen worden. Dat we heel erg dingen nemen zoals we denken dat ze zijn. Dat we een soort patroon zitten. Dat we heel snel op een automatische piloot zitten. En ik denk, om een goede kunstenaar te worden, moet je daar gewoon uitbreken. Je moet je weer rondlopen door de wereld en denken, hé, maar waarom is dat zo? Hoe zit dat? En daarnaast ook denk ik dat we maken ons soms zo druk om de dingen. En dan kijken de jonge generatie en die zijn helemaal niet druk. We zitten nu heel erg, ik weet niet of hier ook heel erg het woke speelt. Dat er steeds maar wordt gezegd woke.
Is dat hier ook heel erg? Nou, en dan wordt het dan wordt het alweer meteen in een heel lelijk hoekje geplaatst. Woke zijn. En het wordt helemaal een ding gemaakt. Terwijl de jongeren, daar hoef je niet eens dat, die zijn dat gewoon. Die weten gewoon, inderdaad, zoals mijn zoon, die heeft gewoon een week lang 2 nieuwe vrienden gemaakt op school. Waarvan hij niet wist of het een jongen, of het jongens of meisjes waren. En ik dacht de hele tijd, hoe heet het? En toen zei hij, ja, Silver. Ik denk, ja, is dat een jongen of een meisjesnaam? Weet ik niet. Wat heeft hij aan? Wat heeft, ja, gewoon een spijkerbroek en een t-shirt, oh, dat kan ook. Lang haar tot hier. Oh, is dat? Nee, dat kan ook. En hij dacht, ja, het maakt niet zo uit. We hebben dezelfde interesses. En ja, daar leer ik dan ook heel erg van. Omdat ik dan gewoon denk, het maakt niet uit. Bijvoorbeeld ook, dan zie je zo'n, nou, de eerste dag op school stonden alle nieuwe kinderen in de aula. En dan ging een oudere vrouw, ging alle namen opnoemen. En dan wist je in welke klas je zat. Maar dan zei ze steeds, oeh, dit is een hele moeilijke naam. En dan zei ze dit, en dan Tim, Sam, Gadish. En daardoor maakten ze zo meteen een soort onderscheid. Terwijl die kinderen, die kunnen elkaars namen. Maakt niet uit hoe je heet, weet je wel. En dan zie je dat er helemaal niet speelt. En dat ze helemaal niet bezig zijn met dat te onderverdelen. En ik denk ook gewoon, zo'n kind die zorgt ervoor dat je er niet mee wegkomt om alles gewoon for granted te nemen. En dat, ja, dat vind ik heel... Keeps you on your toes. Yeah. Ja, ja. We waren gisteren aan het oefenen voor de, wat jullie straks gaan horen. En nou, we hadden verschillende versies, maar dat was ook helemaal niet erg. En dat is ook het eigene natuurlijk aan spoken word. Ieder optreden is anders. Het is een organisch geheel, het is dynamisch, het is organisch. Maar als je het dan op papier zet, dan wordt het natuurlijk toch weer statisch. Dus hoe is dat voor jou? Hoe verhoudt spoken word poetry zich tot het geschreven woord? Nou, het was sowieso ontzettend spannend om het op papier te laten zetten. Omdat ik dan echt dacht dat ik iets zou weggeven ook. Omdat ik elke keer als ik het podium opstap, dan mag ik doen met mijn gedicht wat ik wil. Ik mag het een beetje veranderen, ik pas het aan. Ik zit een beetje raar erbij, maar anders horen jullie mij niet, denk ik. En ik... Nee, als jullie het niet... Het zo goed. En ik merk ook dat, en dat vind ik het mooie ervan, dat zo'n gedicht, als ik kijk naar zo'n gedicht 5 jaar geleden en nu, dan is dat gewoon veranderd, omdat de wereld ook veranderd is. En ik zie ze ook een beetje als een soort organische, ja, organische entiteiten die gewoon meebewegen. Ik heb dan bijvoorbeeld een gedicht, Billeman, en daar ging het over vrouwenlichamen en mannenlichamen, jongens en meisjes. Maar ondertussen zijn er zoveel andere lichamen bijgekomen. Dus dan moet daar een alinea bij, of er moet een strofe erbij. En nu het vaststaat, kan dat niet meer, behalve als je in mijn boek kijkt, want ik heb er alles doorgekrast, bijgeschreven. Dus ja, ik zie het gewoon wel echt als een tijdsdocument. Op dat moment ligt het vast en alsnog permitteer ik mezelf, of geef ik mezelf de vrijheid om het aan te passen. En ik denk, dat is gewoon toegestaan in die zin. Maar het was wel even spannend, want de eerste keer dat ik dat boek had, toen wou ik dat nog niet echt weggeven, omdat ik gewoon dan dacht, ja, het is gewoon zo definitief. En je bent er niet meer bij. Bij elk performance kan ik jullie aankijken en dan weet ik dat jullie straks naar huis gaan en dan, hey, jullie waren erbij, het was live, je kan me nog wat vragen, zometeen in de pauze, of ik kan nog even, en ik weet precies wie er waren. En ja, met zo'n boek, dan ligt het opeens op een toilet in Zuid-Frankrijk of zo. En dat je denkt, hé, maar ik ben er niet bij om dat nog van het papier te halen. Maar het brengt heel veel. Het brengt me hier bijvoorbeeld of zo, weet je wel. Omdat je dan, hier was je zonder dat boek waarschijnlijk ook wel gekomen.
Maar soms wringt het. Hè. Hoewel het steeds meer mainstream wordt, spoken word poetry, en er meer performances zijn dan dat er dichtbundels verkocht worden, is het nog steeds niet opgenomen in het kanon. En er zijn er nog steeds boze stemmen die zeggen van ja, maar als je dat opschrijft, dan blijft er niks meer van over. En zelfs Amanda Gorman ja. Bij die prachtige performance bij de inauguratie van president Biden. Dat zeggen mensen, ja, als het dan op papier staat, dan blijft er niet zoveel van over. En je noemde ook in jouw Abraham Kuyper lezing, had je het over de toegankelijkheid van spoken word poetry, dat die vaak ten onrechte wordt gezien als simpelheid. Ja, dat is... Wat vind je van die boze stemmen? Nou, ik vind dat, kijk, ik denk ook de cijfers bewijzen iets anders. Hè. Je hebt het over Amanda Gorman. Een ander goed voorbeeld is iemand als Kay Tempest. Waarvan journalisten ook zeiden, nou, daar blijft niks van over als dat op papier staat. Hun verkopen miljoenen boeken. Dus waar hebben we het over? Hun staan op allerlei podia, reizen de wereld door. Hun hebben de Ted Hughes prijs gewonnen als iemand onder de 40. Amanda Gorman verkoopt ontzettend veel boeken. Het is een beetje een mythe. Hè? Het is zeker zo, dat heb ik ook gehad, dat er boeken zijn, of dat er gedichten zijn, of performance stukken die gewoon, die heb ik ook niet in mijn boek gered, omdat je er de context er niet bij is. En natuurlijk verliest het af en toe wat, want ik denk soms bij zo'n gedicht hoort een zaal. Er horen mensen die ernaar kijken. Er hoort lekker bier bij de bar. Iemand die lacht bij de vooraan. Iemand die wat terugzegt. Alles hoort er dan bij. Hè. Ik denk een performance is een soort compleet ding. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon heel veel dingen gewoon heel geschikt zijn. En daarnaast moet je ook niet vergeten dat mensen vaak het werk nog willen lezen. Nog even willen doorvertellen. Nog even erbij willen pakken. En dat is ook... Dat ik merkte, als ik veel optrad op festivals, dan heb je altijd een boekenstand waar de papieren schrijvers, de romanschrijvers, en dat mensen dan zeiden, maar waar is jouw boek of zo? Dus, en over dat toegankelijkheid vaak verward kan worden of gezien wordt als dan heel simpel qua taal. Ik denk toegankelijkheid gaat er vooral over dat je één kans hebt om het publiek dat verhaal te vertellen. Je kan niet vragen van het publiek, hier moet je nog even 6 keer nalezen voordat je mijn diepe laag begrijpt. Maar dat kan, en dat gebeurt nog steeds op een hele mooie, taalkundige, spitsvondige manier. Alleen, ja, je kan niet verwachten dat mensen dat... Het is nu. Het gedicht is dan gewoon nu. En dat... Nog een laatste... Ja. Vraag over taal en dan geef ik het woord aan Marnie. Want het gaat tenslotte over taal. In je voorwoord van je bundel, dat voorwoord dat we straks ook gaan horen, stel jezelf de vraag, hoe wil ik mijn taal? Is de Nederlandse taal een taal met 100 woorden voor gastvrijheid? Is de Nederlandse taal voor jou de herberg die jij wil? Dat kan het zijn. En dat is heel erg wie de taal in de mond neemt. En u zei al net al zo mooi over hoe u de taal wil eigenlijk. Hè? Mooi. Ik denk dat we misschien wel elke dag bij het opstaan de taal even moeten pakken. Even kijken daarna. Hoe wil ik het met taal? Wat is vandaag relevant? Wat dient niet meer? Wat moet weg? Hè? Ik bedoel, een taal is natuurlijk gewoon een levend organisme. Dingen verdwijnen. We willen niet meer op een bepaalde manier geadresseerd worden. We willen ik heb dat eigenlijk allemaal in dat gedicht geschreven. Maar als de verliefdheid over is, nou, dan moet de ex weg met de oude kooswoordjes. Hè? Je gaat niet elke nieuwe... Hopelijk niet elke nieuwe geliefde duifje noemen, toch?
Schatje, patatje, liefje, duifje, pompoenetje, pumpkin. Nou ja, hè, elke geliefde wil je toch, wat stel je voor dat hij erachter komt dat jij die ex van 20 jaar geleden precies hetzelfde kooswoordje gaf. Het is maar een voorbeeld, maar je neemt de taal steeds mee, je neemt het anders. Kijk, eigenlijk denk ik gewoon als schrijver, als kunstenaar, ik wil gewoon ook wel heel erg dienstbaar zijn aan de taal. En dat is ook omdat ik dat leuk vind. Ik vind dat fijn. Ik vind het ook. Ik hoor graag hoe jij wil dat ik je aanspreek. Hoe ik je, weet je, het is ook gewoon. Taal is ook een zoektocht of zo. Van hoe kan ik iemand betoveren in die taal? Hoe kan ik zorgen dat mijn punt, waar ik me zo druk om maak, ik in de bewoordingen kan uitleggen zodat jij mij begrijpt of zo. Weet je, of dat jij hoeft er niet mee eens te zijn. Maar ja, je moet steeds maar weer zo'n vocabulaire van stal halen om precies dat te kunnen zeggen. En dat is heel belangrijk. Dat is niet alleen, hè, dat is altijd in de interactie, de communicatie. Het is alles wat we hebben. En taal is natuurlijk heel breed, hè, want ik bedoel, we hebben het nu alleen over die gesproken taal. De gebarentaal, hè, het zit overal in. En ja, alles, ja. Ja, je communiceert met alles en zeker in spoken word natuurlijk. Ja. Dank je, Marnie. Is het aan? Nee, ik denk het niet. Ik begin altijd mijn lezingen met studenten en dan zeg ik vir hulle, als jij een bundel behandelt en je doet het academisch, moet niet zeggen dat het de mooiste bundel of de beste bundel. Maar ik vind je bundel echt ontzettend. Ik heb het gelezen een paar maanden geleden. En ik weet niet of het is oor waar ik mij bevind in mijn leven nou niet, maar dit heeft mij heel veel aangespreek. Die bundel is ook voor mij interessant, want ons en bij mijn universiteit doen heel veel navorsing nou over zwart feminisme en zwart vrouwen, omdat ons het heel veel in Afrikaans ook zien, nou, zoals Ronalda Kamfer en Cynthia Julius enzovoort. Maar ik, zelfs voor mij als een wit vrouw, wel, ik vind een Zuid-Afrikaanse vrouw, die bundel spreekt mij aan. Ik denk veel, zoals de titelgedicht, doe het toch maar, dat die laatste, ik heb veel, veel dan gedacht die laatste tijd, doe het gewoon, want ergens weet je dat het het enige is waardoor je in vrede met jezelf in de wereld kan leven. Ne? En dit is natuurlijk die wonder van kunst, want dit kan jou aanspreek wie ook al je is. Die bundel is niet net voor vrouwen, nie. Dit is voor allemaal. Ja. So ek is heel voorzichtig om te zeggen, je weet, dit is een vrouw-gecentreerde bundel, vind ik het vooral. En ik is heel voorzichtig om over thema's zoals zwart feminisme te praten, want ik wil het niet in een boxie plaatsen, nie. Maar ik zou wel meer bij jou willen horen over hoe jij daaroor denk, toe jy dit geskryf het, denk jy wel oor, jy skryf betrokke, het jy daaroor gedink as een soort van een manifesto in sekere opsigte, hoe voel jy oor hierdie etikette soort zwart feminisme of migratieliteratuur wat dikwijls gebruik word? Hoe sien jy dat? Ja, ik zie dat vaak als beperkend. En ook niet recht doen aan de literatuur als er staat migrantenliteratuur, vrouwenliteratuur. Omdat het gewoon literatuur is. En ik denk dat je er zoveel mee buitensluit. We hebben daar natuurlijk heel veel last van gehad, ook met wereldmuziek. Alles wat niet Engelstalige muziek is, is wereldmuziek. Hè, zo'n rare term. En ik denk dat veel artiesten, muzikanten, helemaal niet met een vooropgezet plan bezig zijn om, ik ga nou eens even een feministische of zwarte bundel schrijven. Ik denk, dit is bijvoorbeeld in mijn geval, dit boek is de opbrengst van een jaar of 6, 7, 8 reageren op de wereld.
dat is van inderdaad, je kan iets vinden. Het wordt vaak nu gezegd, het is een heel geëngageerde bundel of het is heel sociaal bewogen. Ik denk zelf dat het van alles is. Er staat ook iets over opvoeden, hè? Er staat over, over lichamen, over billen. Mocht ik dat nou wel? Billen kon wel, ja. Billen mag wel, ja. Valse vrienden in het luisteren, wat ze wel en niet kan zeggen, maar billen is... Billen was wel goed, ja. Ja. Dus het gaat over zoveel meer, denk ik. Ja, ik denk dat het gewoon ontzettend zonde is, al die categorieën. Het is natuurlijk ook al zo met niet-westers en westers, waardoor gewoon heel veel niet gelezen wordt. Hè, net als, volgens mij heeft Eduardo Galeano, dat zei ik gisteren jou, ooit gezegd, als Hemingway in Turkije was geboren, had waarschijnlijk helaas niemand van hem gehoord. Om maar even iets te noemen. Maar ja, geëngageerd, ja, in de breedste zin, denk ik gewoon. Ja, ja, so. Ja, dit is natuurlijk iets wat ons in die academie doen, want ons wil beschrijven. Ja. Ja. Je wil lezen, je wil iets zien, je ziet iets wat comparatief hetzelfde is. En dan zeker. Is het, ah, oh, wel, ja, ja, ik kan ja. het wel opschrijven. Ja, wat vir my interessant wel ook is in Hardop, wat jy saamgestel het, is hoeveel van die schrijvers die jy insluit, is swarte vrouwe, in de meest intersectionele sin van het woord. Ja. En in de Nederlandse poëtische landschap, de papierpoëzie, is swarte vrouwe wel in minderheidsgroep. Dat kan je stellen, ja. Ja, zeker, ja, ja. So dit is wel ook interessant. En jij het nou al reeds verwijs naar die orale verbintenis, wat natuurlijk in Zuid-Afrika ook een heel grote rol speelt. Zeker, ja. Denk jij dat performance poetry of spoken word vooral een soort van, om daar die verbintenis... een goede platform gee of een goede voertuig is of vir dichters soos die wat jy ingesluit het in Hardop, om daar die rede. Benader dit nou ook vanuit de sociaal, je weet, sociologische hoek, is maar interessant wel. Ja, nee, ik denk het zeker. En ik denk dat het ook heel erg gaat om die zichtbaarheid, hè? Mensen zichtbaar te maken. Dat is ook natuurlijk een motivatie om Hardop te maken, omdat ik wilde laten zien aan de rest van de wereld, aan de uitgeverijen, aan de literaire Nederlandse wereld en daarbuiten. Dit zijn mensen die heel veel op het podium staan, die succesvol zijn, die als ambassadeurs van dit genre werken, omdat ze overal... podia organiseren, mensen bij elkaar krijgen en ook te laten zien, er is gewoon een levendige wereld buiten misschien die literaire kring, die vrij hermetisch gesloten kan zijn, waar mensen zich ook met literatuur bezighouden, waar ze literatuur eigen maken, waar ze prachtige dingen maken en er zijn gewoon niet zichtbaar omdat ze niet in een boekenwinkel liggen. Ik denk altijd, het boek van een spoken word artiest, de bundel is YouTube. Daar sta je op. Dus, en je ziet nu ook dat de laatste jaren veel meer uitgeverijen, festivals vragen van... wie zijn de spoken word artiesten die ik moet kennen? We willen publiceren en zo. Maar dat heeft heel lang geduurd. En ja, zo gaat het natuurlijk altijd. Hè. Je bent dan eerst, als je iets tot leven aan het brengen bent, bezig meer in de rafelranden. Ik noem dat altijd liefdevol eraan veranderen, want ik vind het daar heel leuk en mooi. En helemaal niet als een periferie. Maar ja, op een gegeven moment... Kijk, ik denk de spoken word wereld, en dat is volgens mij hier ook zo, die doet het gewoon heel goed. We doen het allemaal zelf. We hebben geen opleidingen gehad op dure instituten. We krijgen geen subsidies van fondsen. Omdat we niet iets gepubliceerd al hebben, omdat we geen opleiding hebben. Dus wij zijn allemaal heel creatief geweest. Zelf organiseren, zelf alles bij elkaar halen, je eigen
podium bouwen, weer afbouwen, je eigen bier meenemen of wat dan ook. Maar ik vind het ook wel tijd op een gegeven moment om ook aanspraak te kunnen maken op residenties, subsidies, support, een groter platform en zo. En dan is het tijd om te laten zien, om de zichtbaarheid voor bepaalde kringen te vergroten. Ja, dus, dat maakt wel zin. Kijk, wat interessant is, is dat ons sukkel met toegang tot Nederlandse digbundels. Maar ons kan al YouTube in Zuid-Afrika kijken. Ja. So, dit was voor mij, bijvoorbeeld voor mijn navorsing, makkelijker om spoken word navorsing of artists werk te krijgen als gepubliceerde digbundels. Ja. Maar zoals jij zei, mens wil in dit, daar is ook een kanoniseringsfactoren, literatuursysteem, wat je met een gepubliceerde bundel wel kan betreden. Ja. En dan kan iemand een PhD daarover doen. Dat is een goede idee van het. So, je weet, dit ook weer een andere groep wat je dan kan bereiken. Zeker. Ja. Nee, zeker. Ik bedoel, je platform wordt veel groter. Ja. Ja, inderdaad. Ik bedoel, ik heb nu een paar nominaties voor het boek vanuit de geschreven literatuur, zeg maar. Maar het gaat er natuurlijk voornamelijk om dat je ook wil dat mensen het werk kunnen lezen en zien die niet op zo'n avond zijn, die niet erbij zijn. Ja. En dat is denk ik... en ik moet eerlijk zeggen, hè, want ik word spoken word artiest vooral genoemd, maar ondertussen schrijf ik natuurlijk ook columns voor de krant of essays, korte verhalen. Dus dit gaat ook een beetje om een doorstroom. Toen ik nog voor de Poetry Circle werkte, waren we ook altijd bezig met... Kijk, als spoken word artiest kan je maar zoveel doen. Je kan naar literaire festivals, poetry avond, maar je wil ook dat het talent, het schrijftalent, wordt ingezet om series en films te schrijven, om in het theater te schrijven, om voor de krant te gaan schrijven, om essays, korte verhalen, of lezingen te geven, in bibliotheken te gaan optreden, jeugdgevangenissen, andere instituten. Dus, want dat vind ik eigenlijk het mooie van spoken word, is dat het is een eiland, hier heb je literatuur, performance, kunst, maatschappelijke, weet je, het kan een beetje zo aanmeren en je kan het zoveel inzetten, zelfs commercieel. In Nederland heb je nu heel veel reclames en dat is allemaal gedaan in spoken word vorm of rap. Het kan als een enorm empowerment tool gebruikt worden om groepen die taalnieuwkomers, inderdaad jeugdgevangenissen wordt het veel gebruikt, scholen, maar ook om de brug te slaan tussen van het spoken word naar de literatuur, de grote literatuur. En dat merk je heel erg bij jonge mensen die... Kijk, Nederland staat nu, geloof ik, onderaan het lijstje van 178 landen, de leesvaardigheid van jongeren. Dus ze lezen heel erg weinig in Nederland, nog boeken, waardoor hun geletterdheid omlaag gaat. En men is heel erg op zoek naar hoe kunnen we nou zorgen, hè, hier die jonge mensen, hier die boeken, hoe komen ze bij elkaar? En ik denk daartussen zitten heel veel mogelijkheden. Ik denk je moet jongeren sowieso onderdeel maken van de literatuur. Het gevoel, of het gevoel, ze moeten er deel van maken. Ze moeten ook het gevoel krijgen dat zij daar aanspraak op mogen maken. Nou, wat is dan een goede manier? Bijvoorbeeld met spoken word in de klas te werken. Ik zie jullie heel erg knikken. Ja, gewoon echt, hè, laat mensen gewoon zelf schrijven eerst. Hun verhaal, op hun manier, in hun taal, in je eigen woorden, hoe je het wil, over jouw wereld. En dan pas haal je dan misschien Ted Hughes of Shakespeare tevoorschijn. Of in Nederland dan vaak Willem Wilmink of Rutger Kopland. Maar je moet er even daartussen ook iets... Je moet het gevoel hebben, hé, ik ben ook de literatuur. Ik was laatst op een middelbare school. En dat was dan de eerste klas. 12, 13 jaar oud ongeveer.
En ik was daar met de wethouder van cultuur en wij hadden een missie om dan in een 20 minuten te vertellen waarom lezen en literatuur en schrijven zo ontzettend leuk is. Ik had verteld, hè, een gedicht voor gelezen en dat je daar een gelukkiger en blijer mens van wordt. Maar goed, hè, dat is nogal abstract. En toen liep ik terug en toen kwam er een meisje achter me aan en die zei, mag ik ook gedichten schrijven? Toen zei ik, ja, tuurlijk. Graag, weet je wel. En dat is denk ik soms dat mensen denken, zeker als ze misschien denken dat ze de taal niet helemaal goed beheersen, of er niet mee opgegroeid zijn, dat er geen boeken in huis waren, dat ze dan denken, oh, maar dat mag, ik dacht vroeger ook niet van, oh, ik kan schrijver worden later. Ook al waren er wel veel boeken in huis, maar ik dacht, ik zag geen mensen waarvan ik dacht, oh ja, dat zijn mensen zoals ik die dan echt schrijver mogen worden. Ik dacht, ik moet dan iets met taal gaan doen, reisleidster of zo. Die Queen's Dutch. Ja, oh ja. Dus, maar ik denk dat het heel belangrijk is om mensen, de literatuur is dan, kan zoveel gezichten hebben. En als je dat wil, dan behoor je daartoe. Je mag daar schrijven. En als mensen zelf gaan schrijven, dan ga je zelf een verhaal bij die literatuur toevoegen. Mm-hmm. En dat, ja, dat is een opening, denk ik. Ja. Ik denk dat het een hele mooie noot om die gesprek af te eindigen. En ook een mooie boodschap voor al onze studenten wat hier zit. Nederlands, Afrikaans uiteraard, maar ook Nederlands is ook jullie taal. Op een manier. En mensen moeten het onthouden en dat jouw story ook belangrijk is. Ja. Gaan jij afeindigen of kan ik? Jij mag maar. Ik moet nog iets aankondigen. Goed. Ik ga net in slotte sê, Babs, dit was fantastisch om vandaag met jou te gesels en ons gaan nog van jou hoor vandaag. En ik wil die studenten ook aanmoedig wat hier zit, gaan gesels met haar na die tijd. En vraag vir haar en kry raad by haar en tips en ensovoorts, idees vir studies. Die het julle nou die geleentheid om met haar te gesels, sonderlinge geleentheid. So baie, baie dankie. Graag gedaan. Ik weet niet precies wat je allemaal zei net aan het einde. Iets met tips. En voor mijn studenten gezegd dat hulle met jou kan komen gesels na het gesprek. Oh, oké. Okay. Goed dat je het zegt, dan weet ik dat. Dit is toch gemakkelijker om met Babs te gesels in die, als ons nou het onze korte koffie- en theepauze. En ik denk jullie moeten inderdaad, ik stem samen, Marnie, vraag voor haar. Vraag voor haar om advies. Als jij zelf wil gaan schrijven. Ik heb het met mijn studenten al allemaal COVID-gedichten geschreven. En jij kan dit. So, maar vraag voor haar. Ons gaan nou een kort break het. Zo 15 minuten. Die baas van die plaats. 15 minuten, oké. Okay. Goed. En dan komen we terug. En dan hebben we een beetje van een andere setting hier. Dan gaan we ons vol. Dank jullie wel ook voor de aandacht. Dank je, voor Babs. Dank je wel. Ja. Gaan we even de microfoon uitzetten.